Hallo, dit zijn de berichten voor de boogschutter voor september. Ik ga eens even kijken wat ik aanvoel bij jullie, lieve boogschutters. Ik voel veel verdriet. En ook wel dat het een beetje druk op het hoofd zit, alsof er een soort band om het hoofd zit. En dat kan bij sommigen ook wel tot hoofdpijn hebben geleid. Maar je wil zo graag connecten met het hogere, hè? Dat voel ik. En dat bovenste chakra is dus ook wel goed, hè? Die verbinding met het universum. Even kijken. Oh, maar het kan niet verder naar beneden of zo. Dus het is alleen maar die verbinding met boven. En eigenlijk moet je gronden en... Ik heb echt tintelingen in mijn voeten. Die moeten echt nog wat meer gegrond worden. Maar ik ga eens even kijken als we even door het hoofd laten gaan en door de keel. Oef. Ja, mijn schouders zakken een beetje. Dus misschien heb je een beetje zo die schouders hoog gehad, hè? Ja, er zit ook echt veel verdriet in het hart, zeg maar. Dat voel ik. Maar misschien voelt het zelfs wel dubbel op, dat verdriet. Omdat je het al eens een keer eerder in een ander leven ook hebt meegemaakt. Hè? Dus dat kan dubbel op voelen dan. Dus even kijken. Nou, het heelt redelijk snel. En misschien voel je dat wel. Dus even kijken. Gaan we even naar de andere organen. Alleen een beetje op het basischakra en de organen, de darmen die daarbij horen, zeg maar. Die voel ik. En probeer dus ook geen zorgen te maken. Hè? Dat is heel belangrijk, lieve boogschutter. Dus als je je zorgen maakt... Ja, dan gaat je leven ook niet veranderen. Dan blijf je in dat zorgen maken proces, zeg maar. En als je, ik kan je natuurlijk ook mee helpen, hè. Maar als je zegt, ik kan, vandaag wordt een nieuwe dag en ik zie wat het me brengt, hè. Ik leef in het nu en ik ga niet terugkijken naar het verleden. Nou, ik zie wel wat het in de toekomst me brengt, hè. En als je daar bent, ja... Desnoods kan je zeggen, over een jaar of over 5 jaar wil ik daar zijn. Dat kan je opschrijven, maar dat mag je ook eigenlijk weer vergeten. Hè? Dat mag je echt wegleggen ergens, want je mag er ook eigenlijk niet meer aan denken. Want dan wordt het door het universum geregeld, zeg maar. Oh. Oh. Ja, ik voel wel... Oh. Dat is de maag. Oh. Misschien zijn er een paar van jullie ook af en toe misselijk of zo. Oh, en ik barst bijna in tranen uit. Zo voelt het voor mij. Jeetje. Even kijken of ik dat verdriet voor jullie een plekje kan geven. En kom anders, als je met heel veel verdriet zit, kom even bij me langs, hè. En dus heel belangrijk is om dat verleden, om die deur dicht te doen, zeg maar. De deur van het verleden. En zeg dan gewoon van, nou, en voor de rest zie ik wel wat er op mijn pad komt. En dat is eigenlijk, ja, dat brengt gewoon heel veel bij jullie. Dus even kijken wat er verder nog is, lieve boogschutters. De knieën een beetje. Het zijn ook allemaal die plekjes van dat je toch eigenlijk ja, botten en in de benen en de armen en alles. Dat is allemaal. Oh ja, nou gaat het naar de benen toe. Oh, de voeten. Oh. Nou, ik ga daar eruit.
Ik ga voor jullie een kaartje leggen. Even kijken, lieve boogschutters. Oh, de ridder van staven. En een ridder is passioneel, heeft veel zelfvertrouwen, charismatisch en ook een beetje rusteloos. Maar, kijk, het paard is ook aan het hollen. Dus het is ook echt van... Er gaat gelijk iets gebeuren. En vertrouw op je intuïtie. Het kan ook een passionele relatie zijn. Maar blijf wel gefocust op wat jij wil. Of eigenlijk niet wat jij wil, want dat laat je los. Dus stay focused op, ik blijf positief. Ik leef in het nu. Als je dat blijft doen, hè, en ook niet als opeens een passievolle relatie, dat die relatie verbetert of er komt een nieuw iemand op je pad. Hè. Het kan alle twee kanten op. Blijf dag voor dag leven. Ik maak het een mooie dag. Positief invulling aangeven. Nou, en dan ga er dan maar voor. Dan komt het ook jullie kant op. Heel veel liefs van deze kant uit. En laat me weten of ik je kan helpen. Of het bij je heeft geholpen. Of je het herkent. Hele goede maand. Dag.